denk, nou, hartstikke leuk dit, weet je. Maar waar moet ik mijn putten nu plaatsen? Oh, nee. Waarom denk ik daar nooit aan? Nou, welk level is dit? Hallo, we zijn klaar. We hebben level 30 hier. Ik had het al klaar liggen. Lekker. Oh, hier hoopte ik al op. Oh, wat top. Dan gaan we hier het kleine fort in. En ik denk dat dit... Oh, dit vind ik echt heel leuk hier. Dit vind ik echt heel gezellig. Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Vandaag zijn we wedergekeerd in Content Veen. En ik heb een oplossing voor ons probleem. Ik joinde namelijk net de server en wederom stond alles in de fik. En ik maar aan mijn hoofd wrijf, zoals nu en mijn pets. Ik snapte maar niet, hoe kan er nou telkens alles in de fik staan? Niemand is hier met een flint en steel bezig. Dus er is geen lava hier, ook niet onder de grond. Ik heb alles gecheckt. En ik maar denk, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? En toen kwam ik met de realisatie. Mijn nether portal staat daar. Wat nou als er een blaze doorheen gaat? Wat nou als er een fireball? Iets, alles met vuur rechtstreeks hier tegenaan. Dat kan de enige oplossing zijn. De enige logische reden dat alles hier telkens afbrandt. En je kan ook denken aan bliksem. Maar er kan toch niet drie keer op dezelfde plek bliksem inslaan? Dat is bijna niet logisch. Dus ik heb heel veel blokken bij elkaar verzameld. En we gaan eventjes lekker naar de nether om het daar af te bakenen. Zodat er geen rotbeesten meer doorheen kunnen. Heb je nou zin in deze video? Abonneer dan zeker eventjes. Reageer dat je bent geabonneerd. Dan geef ik die reactie een hartje. We hebben bijna de 131.300 abonnees. En we gaan voor 3.000 likes. Dus like nu even. Ik heb van alles en nog wat meegenomen. Omdat ik eigenlijk een soort van mini poort wil creëren. Die ik ook in mijn eigen base heb. Dus ik dacht letterlijk aan gewoon zo. En dan is hij af. Nee. En dan nu een klein torentje hier. Klein torentje daar. En that's it. Oh, ik moet ook oppassen voor die dingen. Voordat ik een keer in de lava wordt gejiet. Kijk, we zijn al goed op weg. We zijn eerst de outline aan het maken. Het is basically hetzelfde bouw als wat ik al eerder gedaan heb, dan in het klein. Het is weer gebeurd, maar het is nu aan de andere kant. Kijk, ik ben even terug om wat steen te halen. Waar komt dit vandaan? Hè? Zie je? Dit kan niet uit. Dit kan zelfs niet uit de nether komen. Het is zo mis. Het kan niet vanaf daar. Het kan. De hoek is te halen. Maar het is wel random. Maar hoe... Dit bedoel ik. Ik snap hier echt helemaal niks van. Kom alsjeblieft met een uitleg voor mij, jongens. Help mij in deze moeilijke tijden. Ik kom mijn basis juist in. En ik zie ook gewoon groetjes Kingdom Forden en een barrel. En een diamond en wat spruce. Dus ik denk, hè, waarom? Waarom krijg ik dit? Maar ik had met Bram en Rick afgesproken dat zij even wat dark oak mochten hakken in mijn basis. En dan een prijsje achter mochten laten, namelijk dit. Dus nu hebben we weer wat spruce hout. En we hebben weer een nieuwe diamond. Dus dan hebben we weer twee diamonds. Dus we zouden weer een diamond zwaardje kunnen maken. Maar ik denk dat we beter gewoon eerst even kunnen minen. En dan dat tot goed gebruik kunnen neerzetten. Fucking stone bricks zijn weer op. Heb je veel stone of niet? Nee, dat is allemaal telkens op door mijn stone bricks. Ik maak allemaal stone bricks en normaal steen. Je ziet het. Ik heb echt ook veel stone, hoor. Normaal steen? Ja. Hoeveel? Hoeveel? Gewoon cobblestone of stone? Stone. Hoeveel? En cobblestone. Ook veel. En je gebruikt het of? Niet zoveel. Kan ik het kopen? Dat ja-knikje. Oké, wat wil je ervoor? Wat wil je ervoor? Waar jij in handelt, hè? Weer, Ja, ik ben een beetje op, als het ware. Weet je, als ik nou een goedbon aan je geef, en dan krijg je... ligt er aan hoeveel ik van je krijg? Oh, even kijken. Mag ik 4 stacks normaal steen? Dan krijg je het voor terug. Nou, steen heb je makkelijker dan hout is. Nou... Ik heb nog meer, hè, trouwens. Waar? Daar... In die okay. Allemaal. Oké, wacht. 1, 2, 3. Weet je wat? Deze 6 stack stone hier. Voor 3 stack hout. Want hout is voor mijn gevoel moeilijker te verkrijgen. En een diamond. Is dat een deal? 3 stack hout en een diamond. Dan moet ik wel het hout nog voor je hakken en zo. Maar dan krijg je het later betaald, oké? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat vind ik een goede. Ik heb nu meer, bonus, hè? Bonus, dat is gratis. Bonus. Oké, dankjewel. Van huis. Dit is voor... mag ik wel je bonuskaart nog even zien? Mijn bonuskaart? Ja. Wacht even hoor. Hier, heb je een bonuszaad. Ik heb zoveel steen gekregen, slash gekocht bij Maurits. Ik heb een gedeelte gekocht en een gedeelte gekregen. Alright, hij is zo goed als af. Ik vind hem nu eigenlijk wel prima. Ik denk dat ik dit laagje hier ook even weg wil halen. Dan zie je hem gewoon wat beter. Nou, hij vliegt nog wel een beetje aan de zijkanten. Dat is niet helemaal heel nice zoals hier. Maar ja, ik denk dat ik niet alles helemaal naar beneden ga maken nu. Dat komt misschien later nog wel. Nu de bescherming nog.
Hij is heel mooi in elkaar gezet, maar ja, het uiteindelijke doel is een beetje vergeten, de bescherming. Ik ben 100 miljoen keer aangevallen tijdens dit, dus ik ben echt zo vaak bijna dood gegaan. Maar laat ik even kijken, hoe ga ik dit doen? Met ijzeren deuren en buttons. Ik heb denk ik wel een ideetje. Wat nou als ik gewoon blokken zoals dit ga gebruiken hiervoor? Gewoon leuk deze als pilaren. Dan ga ik een soort overkapping maken aan beide kanten. En dan kan ik daarmee kan ik een deurtje erin bouwen. En dan kan ik ook nog een beetje veilig staan in plaats van gewoon vlak nadat ik uit de poort kom, gelijk door mijn deuren, dat ik een soort ruimtetje heb. Dat vind ik wel fijn. En dat ziet er serieus ook nog wel heel leuk uit, om eerlijk te zijn. Ik ben heel bang dat ik telkens wordt aangevallen. Maar kijk nou, als ik hier nou gewoon een deurtje in maak, ga ik gelijk even 4 ijzeren deuren pakken. Zo gelijk, mijn ijzer bijna op. We moeten echt weer gaan minen. Ik ben weer zo ontzettend blut. Oh my days, ik besef me nu net. Ik denk, nou, hartstikke leuk dit, weet je. Maar waar moet ik mijn button nu plaatsen? Oh nee. Waarom denk ik daar nooit aan? Nou, ik heb het nog best slim opgelost, al zeg ik het zelf. Ik heb gewoon het poortje even wat breder gemaakt, zoals dit, zodat ik die 2 buttons ernaast kan plaatsen. En dan heb je ook nog een heel klein ruimte, zoals ik al zei, om hier te chillen. Maar daar kan je ook gewoon de buttons weer gebruiken om door de poort te gaan. Laten we hopen dat de bosbranden voor nu voor altijd stoppen. Ik heb echt geen zin meer in afgebrande huizen, afgebrande bomen en andere onzin. Nu even kijken of ik al wat meer boekjes kan maken. Ja, even kijken of we al wat meer boekenkasten kunnen maken. Ja, zeker. Nog wat meer hout nodig zelfs. Dat zijn er alweer 5. Nou, dan gaan we de goede kant op met ons enchantment table, jongens. Voor je het weet hebben we weer gewoon een mooie enchantment table. Maar dan moet ik eigenlijk ook nog de levels even zien te fixen. Nou, welk level is dit? Hallo, we zijn klaar. We hebben level 30 hier. Ik was helemaal vergeten dat dit gewoon genoeg was. We kunnen vanaf nu gewoon lekker level 30 enchanten, jongens. Hoe mooi is dat? Moeten we wel deze... We gaan deze kamer eerst even mooi maken. Dit ziet er namelijk niet echt heel interessant uit of zo. En zo gezegd, zo gedaan. Ik heb alleen nog geen lanterns om het een beetje aan te vullen. En ik zie nu dat ik die niet helemaal heel mooi vind. Ik heb best wel veel trapdoors gebruikt. Gewoon weer de ouderwetse spruce trapdoors. Om een beetje de combinatie te bekijken. Ik vind het nog niet helemaal prachtig wat ik nu hier voor elkaar heb. Maar het ziet er wel al leuk uit. Wie weet kan ik nog een beetje meer gaan ontdekken. Wat ik deze content vind qua stijl wil en zo. Er valt oprecht nog genoeg te ontdekken. Zo is beter. Die dingen aan de muur die zagen er gewoon niet uit. Oeh, misschien kan ik zelfs in de muur werken. Zoals dit. Ah, nee. Oh! Dan heb ik een raam. Oh, dit komt echt gewoon perfect uit. Wacht eens even. Oh my days, moet je zien. Je hebt nu gewoon legit een raam. Zie dat het er van buiten niet raar uit. Ik vind het echt geweldig dat ik nu een raam heb. Oeh, ja. Oh, echt net op tijd ook gewoon. Want kijk, ik heb hier als het goed is. Hier. Ja, ja. Ik had het al klaar liggen. Lekker. Oh, hier hoopte ik al op. Oh, wat top. Ik was de hele tijd aan het wachten tot ik er eentje tegen zou komen. Want ik had het gewoon al klaar liggen. Maar nu moet je even ook hier ervoor doen. Anders gaan natuurlijk mensen... Anders gaan? Anders gaan zombies naar binnen. Die gaan... Die gaan zo meteen... Ja, ik ga gelijk een hoekje voor hem maken. Ik ga hem even ergens naartoe sturen. Ik ga dan weer. Dankjewel voor de hint dat je hem zag. Yes. Hey, see you. Oh, ik heb... wacht, kijk. Ik heb wat voor je. Alvast voor de betaling. Die ene diamond. Het hout krijg je nog. Maar de diamond, alsjeblieft. Ja, geen probleem. Goeie toeien. Prettig zaken met u. En zo hebben wij gewoon een villager. Maurits die kwam even langs. Die kwam even checken bij mijn mooie torentje daarboven. En die ziet gewoon een zombie villager die nu gewoon lekker van mij... Oh, wat fijn. We moeten wel gelijk een huisje voor hem creëren. Ik denk dat hierboven wel leuk is. Dat ik dat hier gewoon een verdieping hierboven doe. Alleen dan komen zombies er wel op af. Waar ga ik deze zombie villager naartoe brengen? Moeilijk. Als het goed is krijgen we zometeen ook elk moment die achievement. Ik weet niet meer hoe die heet. De zombie dok. De zombie dokter, there you go. Nou, ik had legit gelijk. Weaken and then cure a zombie. Hey, Mattie, je bent mijn eerste villager. Laat in de reacties een leuk plekje weten waar ik deze zombie villager kan... Of waar ik deze zombie... Waar ik deze normale villager kan laten. Ik zelf zit te denken aan het dorpje beneden. Dat ik hier geen villagers doe, maar dat die gewoon daadwerkelijk in mijn dorpje zitten. Voor nu laat ik hem wel gewoon even in mijn huis chillen. Enig is dat dan wel zombies deze kant op komen. En dat wil ik eigenlijk niet. Ah, we nemen de gok voor nu. Ik waag het er nu wel gewoon op. Maar laat zeker even in de reacties weten waar. En like ook even gelijk. Dan ga ik nu een grote mindsessie doen, want ik heb oprecht veel te weinig goede loot weer. Ik wil weer diamond dingen hebben. Ik wil gewoon weer betere dingen hebben. Het is allemaal ontzettend slecht. We nemen hout mee. Extra pickaxes, toortjes, eten. Heel belangrijk, want ik ga bijna dood van het eten juist. Ik verhonger bijna. Dus laten we gelijk even wat nieuwe meloenen regelen. Echt veel, misschien ook wat brood. En dan kunnen we die kant op gaan. Dan gaan we gewoon lekker weer even een goede mindsessie doen. Overigens ga ik jullie daarvan niet echt iets laten zien. Dus ik zie jullie zo. Als ik weer rijk ben. Oké,
Oké, na een best wel lange mindsessie is dit het enige wat ik voor elkaar heb kunnen krijgen. Het is echt beroerd. Dit slaat helemaal nergens op. Maar ik kreeg heel veel geklaag in de chat van... Max, wil je winkel bij? Wanneer heb ik weer dark oak? En vooral eigenlijk van over hout. Het ging eigenlijk alleen maar over hout. Mensen willen heel graag weer hout in mijn winkel. Dat betekent dat mijn winkeltje helemaal is uitverkocht. A.k.a. kan wel leuk minen. Heb ik wel weer diamonds erbij. Maar volgens mij kan ik net zo goed gewoon hout gaan hakken. En die dan in mijn winkeltje zetten. En dan verdien ik meer diamonds. Dus laten we kijken hoeveel we al hebben. We hebben 39 dark oak op die manier. En mensen willen ook paddenstoelen hebben. Laat ik dan ook deze red mushrooms meenemen. En nu maak ik even een extra ex erbij. Want dan ga ik 2 houten exen opmaken. En dat ga ik dan allemaal in mijn winkeltje bijvullen. En dan lekker... Oh, dan worden we rijk, jongens. En laat ik beginnen met alle afgebrande bomen hier weer helemaal weg te halen. Dan is er eigenlijk niks meer om te branden. Kijk, dingen zoals dit die kunnen gewoon weg. Er zitten overal van die rare pilaartjes zo. En restjes van bomen die hier ooit stonden van levende dingen. Wat nu gewoon dood is. Dus laten we dan maar ook gewoon echt... uit hun lijden verlossen en de hele boomstronk weghalen. Nou, we hebben om precies te zijn 6 stacks bij elkaar geharvest. Ik moest de laatste paar met mijn hand takken, want ik had helaas niet genoeg ex-durability. We hebben ook gelijk mushrooms bij elkaar geronseld. Ik weet niet hoe je het wil noemen. Oh ja, mijn nieuwe beest hier. Haha, daar ben ik wel heel blij mee. Dan is het winkeleiland. Andere losers hier zo. Huh. Maar waar is het winkeleiland dan ook alweer? Winkeleiland is volgens mij deze kant op. Is dit het pad naar het winkeleiland? Zou haast wel moeten, hè? Want Edo heeft een nieuw pad gemaakt. En dit komt niet uit op het winkel. Oh jawel, dit komt wel uit op het winkeleiland. Kijk eens aan en oh, wat lijp. Die Edo en Jordi, die maken een vliegend eiland. En dat is hun winkeltje. En heb je mijn zielige vlotje eronder. Nee, ik moet dan ook wel even upgraden hoor. Als ik het zo zie. Mijn vlot moet even groter worden. Ja, heel lijp, zo'n vliegend eiland. Het enige wat ze nog moeten doen is even het pad ernaartoe leuk maken. Misschien met kleine vliegende eilandjes of zo. Weet ik veel. En that's it. Zo, daar zijn we aangekomen. Gaan we even kijken. Hé, we hebben al 1 diamond hier. Nou, kijk, dit zijn hoppakee. 1 diamond. Dit is ook weer 1 diamond waard. En dit is ook weer 1 diamond waard. Bij de paddenstoelen ga ik denk ik doen 10 paddenstoelen voor 1 diamond. Omdat ik de enige ben die paddenstoelen voor elkaar kan krijgen. Vind ik het al gewoon een goede deal. Moeten ze maar betalen als ze 10 paddenstoelen willen. Laten we die diamond eruit halen. Even een bordje plaatsen. 10 mushrooms, 1 dia. Hoppakee. Wel, misschien is een beetje een scam. Maar dat vind ik prima. Dark oak is aangevuld. Laat het weten in de chat. Ik ben benieuwd hoe snel mensen hierheen komen om het gelijk te gaan scoopen uit mijn kistje. Daar hebben we de eerste al hoor. Ja, ja. Ik vond het echt een leuk winkeltje. En nu hangt er echt een mega ziek eiland boven mijn winkel. Dus ik moet even gaan upgraden. Wat een unit. Ja, hij is wel mooi. Hij is wel heel mooi. Ja. Hallo, we betalen niet een rotte flesje. Oh. Kijk, ja, maar je mag er 2 dan, hè? Oh ja. Ik ga het zeggen, voordat je er maar eentje pakt. Ja, en je mushrooms die verkopen tegenwoordig ook. Als je een potion of weakness of zo wil maken. Ja. Nee. Ben je langs mijn huis gegaan? Ja, toch? Nee, ik heb... Het winkel van voren is veranderd. Huh? Maar er is een nieuw portal voortaan. Echt? Ja. Nee, daar gaat onze business. Ja, maar niemand had dat gedaan. Ik had echt niet telkens gehuurd bij jullie. Dat had me veel gekost. Oh, we gaan die portal weghalen. Waar staat die dan? Ja, dat zeg ik niet. Heb je mijn huis al gezien? Nee, wat ben je aan het bouwen? Je bent een longhouse wilden jullie maken, toch? Ja, sweet. Mag ik even kijken, maar dat wil je met Dark ook doen ofzo, of zo? Ja, ik was al een beetje... Oh, ik heb ook hier 2 stacks gekocht, volgens mij, bij jou. Daar wil ik wel eventjes even koekeloeren, hoor. Die waterlift zijn echt... Maurits heeft het allemaal gefixt. Het is echt top. Oh! Oh, damn. Je bent inderdaad een longhouse aan het maken. Maar. Lijp, hoor. Dit is echt zo'n vikingen longhouse. Kijk, en aan die kant, die en die, komen dan muren. Dat je dan echt door hier doorheen moet om dan de vallei in te gaan. Oh, mijn god. En dit huisje houden jullie dan? Zo krap tegenaan? Nee, dit is een standaard huisje. Nee, oké. Nee, oké, prima. Is dit... Maar dit is toch helemaal geen dark... Oh, sorry. Dit is spruce, toch? Ja, maar het dak niet. Oh, wauw, dat viel me niet eens op. Het dak is inderdaad dark ook. Nou, lachen man. Yeah. Succes ermee. Dat zijn in principe iets minder diamonds dan ik had verwacht uiteindelijk. Maar we kunnen er wel mee doorgaan. Gaan we even kijken als we thuis zijn hoeveel we er hebben. Misschien kunnen we dan gewoon weer een diamond pickaxe of zo regelen. Dat ik gewoon iets beter weer op pad ben dan dat ik nu ben. Want ik zit nu even met mijn iron tools en ik hoor... Daar word ik helemaal gek van altijd. Alles gaat zo snel stuk. We hebben nu in totaal 7 diamonds. Is niet heel veel. Ik kan er wel weer eventjes een zwaard en een pickaxe van maken. Dan heb ik gewoon weer een beetje... Ten eerste kan ik mezelf wat beter beschermen. En ten tweede kan ik gewoon weer langer met de pickaxe door. En dan hebben we nog 2 over. En daarvoor maken we een ho... Nee, we gaan... Never waste your diamonds on a hoe. Duidelijk. Dan gaan we met raw iron, raw gold, coal en nog een keer coal meenemen. Coal doen we gewoon weer lekker hierin. En dan de rest die laten we automatisch weer smelten. Die autosmelter is zo top. Dit pakken we allemaal weer leuk eruit. En dat gaat gewoon standaard weer hierheen. Oeh, wacht. Dan moet ik even heel veel lapis lazuli meenemen. Dat gaat allemaal naar boven namelijk, naar mijn enchantment room. Daar moet ik even wat lapis lazuli klaarleggen voor de volgende keer dat ik ga enchanten. En ik ben al level 18, hè. We zijn al gewoon level 18. Kijk hier. Hatsenflats, lapis lazuli allemaal erin. Dit zwaardje hier, die op deze
plek. Dan kunnen die even weer in de kist als reserve. Moeten we ook nog een axe maken. En dan zijn we wel weer een beetje goed op weg. Ik denk dat ik alsnog even een goede mindsessie moet doen. Of gewoon nog meer hout in mijn winkel moet leggen. Want ik heb het gevoel dat mensen wel gaan blijven kopen. Mushrooms weet ik niet. En ik weet niet. Ik wil misschien nog een winkeltje maken waar ik ook nog wat anders ga verkopen. Maar ik weet alleen nog niet wat het gaat zijn. Wat ik wil verkopen. Dan is het nu tijd om even weer wat steen te gaan hakken. Door mijn grote blok hierin te gaan. Ik weet niet hoe ik het anders wil noemen. Het is gewoon een gat naar beneden. Ga ik even heel veel cobblestone bij elkaar rapen. Want dan kan ik een begin gaan maken. Of aan mijn muren. Of gewoon aan mijn kasteel zelf. Want ik wil eigenlijk niet zo heel lang in die ingang blijven wonen. Ik wil er gewoon een stadsmuur omheen bouwen. Nou, stadsmuren ook weer niet. Jullie gaan het wel zien. Ik heb best wel leuke ideeën allemaal. In ieder geval, ik wil gewoon niet lang in die poort wonen. Dat is gewoon een tijdelijke base. Reno had het afgelopen weekend druk. En die is ook druk met zijn werk en zo. Maar die komt er ook weer aan om het dorpje af te gaan maken. Ik denk dat het heel leuk is als het dorpje op een gegeven moment ook af is. En dan heb je die leuke combinatie van het kasteel en het dorp. Maar eerst even wat steen hakken. Dus tot zo. A few moments later. Ik ben dus hier de hele tijd al aan het uitgraven. En ik kom in één keer achter van, er zit mos. En toen ben ik dus verder gaan kijken. En er zit hier dus een cave onder. En dan denk je, jee, een cave. Maar waar ik aan denk is, oh, jee, moeite waar ik omheen moet graven. Want ik wil gewoon recht naar beneden. Want ik kijk hoeveel steen ik al heb. Maar dat moet nog veel meer worden. Oftewel, ik vind het niet geheel chill. Maar ik ga kijken of ik een soort workaround omheen kan bedenken. Oeh, zodat ik niet, ik wil het ook niet dichtbouwen. Dat vind ik ook zo onnodig. Want het gaat me gewoon weer steen kosten. Wat ik eigenlijk alleen maar wil hebben. Koffer me with diamonds. René is een grinder. Ik kan er wel een voordeel uithalen op dit moment. En, oh, Floor is ook een grinder. Maar ik kan er wel iets uithalen. En dat is namelijk dat hier gewoon ijzer zit. Dus we hebben wel weer een beetje ijzer. En een toegang tot een nieuwe cave. Dat is ook op zich wel weer leuk. Maar echt zitten we nog op hoogte bijna 60. Dus ja, veel ga je hier ook weer niet vinden. Misschien kan ik dit maar beter toch wel dichtbouwen. Ik denk dat ik er uiteindelijk wel meer steen uithaal. Als ik het nu gewoon dichtbouw. Dan dat ik erin zou stoppen. Dat is wel... Ah! Logisch. Maar voor nu is het mooi geweest met steenhakken. Mijn hele inventory zit vol. Ik heb ook meerdere dingen bij elkaar kunnen rapen. Zoals mos en andere dingen. Maar laat ik nu gewoon eventjes genieten van al het cobblestone dat ik heb. En ook gelijk heel veel om laten smelten. Want we hebben ook zeker weer gewoon stone bricks nodig. Ook wat mooi mos erbij. Zodat ik weer van die mossy blocks kan creëren. Zoals dit. Dat mossy cobblestone en mossy stone bricks. Wat kool er weer bij. En nog gewoon nog andere troepies. Oeh, hier. Hij zei, wacht eens even. Ja, ik wou net zeggen. Er is van alles klaar hier beneden. Er zijn de voorbereidingen om te beginnen aan mijn kasteel. Zijn eigenlijk wel klaar. Ik denk dat ik eerst wil beginnen met een outline van mijn kasteel zelf. Zodat ik dan een beetje in kan schatten waar ik die muren heen wil brengen. Want ik wil niet een muur om mijn kasteel heen. Maar ik wil die muren tegen mijn kasteel aandoen. Waardoor het kasteel zelf geen muren nodig heeft. Alleen de voorgrond van het kasteel. Eigenlijk waar het plein zit en zo. Heel gedoe, ik weet het. Dan zijn we nu aangekomen bij Kingdom Forden. Ik ben hier al een tijdje niet meer geweest. En eerst woonden ze daar beneden bij die rare koeien dingen. Maar ze hebben tegenwoordig een groot fort. Met een megabrug die nog lang niet af is. Want hij vliegt eigenlijk nog. Maar ik was wel heel benieuwd naar hoe hun fort er nou uitzag. Want ze hadden ook dark ook nodig. Nou, ik kan aan het dak daar zien dat dat daarvoor was. Maar het ziet er wel echt heel leuk uit. Ze hebben meer een fort dan een kasteel. Ik ga echt voor een kasteel. En je ziet het ook. Het is echt een muren en daarin nog een klein fort. Hoe leuk is dat? Hier, je kan helemaal hun muren zelfs in. Oh, dit gaat naar mijn... Oh, ik denk dat dat naar hun mines en zo gaat. Dan gaan we hier het kleine fort in. En ik denk dat dit... Oh, oh, dit vind ik echt heel leuk hier. Dit vind ik echt heel gezellig. Leuk de blacksmith hier met een map die ze zelfs hebben. Heel veel kisten. Hoeveel dark ook hebben ze dan? Ah, niet meer veel. Dus dan moeten ze weer naar mijn winkel toe. Moeten ze weer gaan kopen. Ze hebben een leuk enchantment table room hier. Ah, dit is leuk. Gewoon een beetje random boekjes zo. Leuk gedaan. Trappetje omhoog. Heel leuk torentje. Wat heb je in de toren? Niet zoveel. De toren is gewoon voor de sier. Oh, dit is kolonel Olaf bed. Kolonel Rick Force bed. Of gewoon Force. En... Admiraal Brombed. Olaf is een nieuw lid. Die gaat bij Rick en bij Bram wonen. Die vroeg of ze nog één laatste maat bij mocht hebben. Dus welkom Olaf. En dan kiest hij precies weer Kingdom Ford uit. Van overal... Wat is dit dan? Van overal waar je kan wonen. Een soort escape room. Oké. Okay? Of escape route. Overal waar je kan wonen kies je Kingdom Forden uit. Heel veel villages hebben ze hier ook. Ze zijn echt al lekker bezig. En dan heb je hier nog een ingang. Ook leuk. Gewoon een achteringang. Ik heb helemaal nog geen naam voor mijn Kingdom. Laat even in de reacties nou echt een goede naam weten voor Kingdom Walnut. Want Kingdom Walnut gaan we natuurlijk niet doen. Ik ben nu in de winkel van Kingdom Forden. En ze hebben hier, laat hieronder uw review achter. Goedendag. Welkom bij de winkel van Kingdom Forden. U zult op uw eigen bladzijde een review achterlaten. Zijn daarom dit boekje niet. Hopelijk heeft u alles kunnen vinden en zien we u snel terug. Ah, nou, die is de eerste review. Goeiedag. Op 11/12/2021 mijn aankoop gedaan in dit winkeltje. Ik ben een tevreden klant. Ze waren behulpzaam. De verkopers dachten in zekere zin er wel mee. Alleen vind ik wel dat het duur is hier. Puntje bij paaltje. Prima winkel. Groet de almachtige Jordi. Oké. Okay. Ze verkopen heel veel sproes.
En volgens mij verkopen ze tegenwoordig ook boekjes, zou alleen niet weten waar. Ik heb als eerder sproes gekocht hier. Mijn review is ook achtergelaten. Reviewdatum 14/12/2021. Ik heb 1 stack sproes gekocht. Kon het alleen niet betalen. Ze vonden het geen probleem als ik wat later betaalde. 9 van de 10. Had hoger kunnen zijn zonder Bram. Groetjesmax. Vind ik wel een hele goede review. Hey, er is weer een diamond gespendeerd. Maar er mist wel meer volgens mij. Nee, want die eerste was al gekocht hier. Ik had in totaal 6 stacks. Dus dit klopt. En er zijn nog geen mushrooms gekocht. Hey, dit is business jongens dit. Dit werkt helemaal goed. Ik ga deze diamond wel gelijk gebruiken in het etenswinkeltje. Want ik heb echt even eten nodig. 1,5 stack brood is 1 diamond. En 1,5 stack steak is ook 1 diamond. En of En het maakt niet uit van wat het is. Dus ik kan een halfje pakken. Nou, weet je, dan pakken we gewoon een halve stack steak. Geef het daar een diamond aan uit. Hebben in ieder geval even normaal eten in plaats van die hele vervelende meloenen de hele tijd. Kijk hoe weinig ik erbij eet. Let ik maar 1 heel voetbarje. Daar heb je echt niks aan. Winkeltje van Anne en Noah. Glas. Oh, oké, handig. 10 XP blokken voor. Ah, gewoon redstone. Oké. Grasblokken. Oké, ze hebben ook al vet veel gras. Terracotta. Heel lijp. En zand. Ja, zand dat ga ik uiteindelijk sowieso nodig hebben. Want ik heb op een gegeven moment gewoon veel glas nodig voor. Kijk, het steen is al goed op weg. We hebben al heel veel. Ik denk dat ik alles wat met het kasteel te maken heeft... eventjes los ga doen in een aparte kist. Dus ook een cobblestone en zo. Alleen doe ik dat dan wel buiten, besef ik nu. Want de kist hier is heel leuk. Maar dan moet ik waarschijnlijk de hele tijd heen en weer gaan lopen. Daar heb ik ook geen zin in. Oftewel, laat ik weer even op de ouderwetse plek hier een kistje plaatsen. Hier met al het cobblestone. Dan een klein kistje daarnaast met steen. En een klein kistje daar. Dat maakt natuurlijk een grote kist. Dat was een beetje gek. Een klein kistje daarnaast. En daar doen we dan alle stone bricks in en zo. En dan heb ik gelijk even een beginnetje waar ik gewoon aan de slag kan. Nemen we de stonecutter gelijk mee. Althans, ik heb een nieuwe gemaakt. Plaatsen we ook hier. Hier doen we trouwens stone en stone brick samen. Dat betekent dat ik namelijk alle aparte blokken die ik ook misschien zoals dirt en mossy blokken en zo, dat kan ik allemaal hier douwen. Alleen nog een crafting tabletje erbij. En dan ben ik helemaal ready om aan de slag te gaan. Helaas voor jullie zal dat pas in de volgende video zijn. Want voor vandaag gaan we hem afsluiten. Vergeet zeker niet te liken, maar vergeet ook niet te abonneren. Hou je nou van content veen? Deel het dan zeker even met je vrienden. Dank jullie wel voor het kijken. Spreek jullie later. Glaasje water. Tel tot 4. Flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!